Welkom. Vandaag ga ik het hebben over werken met grote en kleine getallen. In de natuurkunde hebben we verschillende soorten getallen. En om even een voorbeeld te geven, het getal voor lichtsnelheid. De waarde daarvan is 299.792 km per seconde. Dat is natuurlijk een heel groot getal. Een licht gaat natuurlijk ook heel erg snel. En het is niet altijd handig om met dit soort grote getallen te rekenen. Nog een voorbeeld is een gewicht van een mug. Een mug weegt 0,000025 kilogram. Een heel klein getal. Ook niet handig om daar heel erg veel mee te rekenen. Gewicht van de aarde. Een 6 met een ontiegelijke hoeveelheid nullen. Een seconde in het jaar. Ook een heel groot getal. Dit zijn allemaal hele grote of hele kleine getallen. Bijvoorbeeld de energie van een foton is een heel klein getal. Wordt in joule gemeten. Dit zijn getallen waarmee je natuurlijk niet de hele tijd hoeft te rekenen. Maar af en toe moet je daarmee rekenen. En dan is het handig om te weten hoe je goed met grote, dus deze getallen, of kleine, deze getallen, kan rekenen. En om dat uit te leggen heb ik eerst even dit rijtje. Wij werken in een decimale stelsel, dus dat betekent dat we met de tientallen werken. Dus iedere keer als je bij de 9 komt, dan komt daarna het volgende stapje erbij. Als deze de 9 komt, dan wordt daar weer het volgende stapje bij. En daarom kunnen we met deze getallen werken. Dit zijn allemaal machten. We hebben hier 10 tot de macht 1. Dan beginnen we zo meteen mee en aan deze kant op gaan we steeds een macht lager. Dus 0, min 1, min 2, min 3. Hier stappen we even wat over, slaan we even wat over en gaan naar de min 6. En hier gaan we naar boven, 1, 2, 3 en hier staan we over naar 6. Even kijken wat deze getallen betekenen. Allereerst 10 tot de macht 1. Nou, als je iets tot de macht 1 doet, is dat gewoon hetzelfde getal. Dus 10 tot de macht 1 is 10. En als je nou even kijkt, die 1 die hier staat, die geeft aan hoeveel nullen er zijn. Er staat nu 1, 0. 10 tot de macht 2, oftewel 10 keer 10, is 100. Oftewel 2 staat hier en 2 nullen hier. Nou, 10 tot de macht 3 is 10 keer 10 keer 10, oftewel 1000, oftewel een 10 met 3 nullen. Nou kun je wel 10 keer 10 keer 10 keer 10 keer 10 blijven doen, maar op een gegeven moment wordt dat een beetje irritant. Dus je kan ook gewoon nu al zien dat er een regel tussen zit. Als hier een 3 staat, betekent dat er 3 nullen zijn. Hier staat een 6je, dat betekent dat er 6 nullen zijn, oftewel een miljoen. Nou, dat gaat gewoon zo door. Dus iedere keer als hier een cijfer staat, dat geeft aan hoeveel nullen er achter de 1 staan. Dus niet achter de 10, maar achter de 1. Kijk maar hier, 1 0 achter de 1. Dus let daarop dat je dus niet de 10 en dan nog een 0 erachter doet. Nee, 1 0 achter de 1. Andere kant op, hier staan 0 nullen achter de 1, oftewel 1. En als je inderdaad op je rekenmachine 10 tot en met 0 invult, dan is dat 1. Als je een ander getal tot en met 0 invult, is dat altijd 1. 10 tot de macht min 1, dat betekent dat we nu een stapje gaan opschrijven. Dus nu staat er een 0 voor. Kijk, 0,1. Die min, die is tegenovergestelde van die 1. Min 1 is tegenovergestelde van die 1 natuurlijk. Dus hier staat er een 0 achter en hier staat er een 0 voor. Dus het is 0,1. Hier staan er 2 nullen voor, oftewel 0,01. Hier staan er 3 nullen voor, 0,001. En hier staan er 6 nullen voor, 0,00001. Dus je ziet al, deze lange getallen hier aan de buitenkant, die kun je dus makkelijk opschrijven met een macht. Dus die machten die blijven allemaal even groot, qua hoeveelheid cijfers die je gebruikt. Alleen die getallen die worden echt een stuk kleiner. Dus dat is handig om te gebruiken. Nou, laten we even kijken naar die waarde die we net hadden. Deze, de lichtsnelheid. We gaan het even een beetje afronden. Als we even kijken naar de lichtsnelheid, het is 2,99792. Kun je ook opschrijven als 3,0, want hebben we deze even afgerond, keer 10 tot de vijfde. Want 1, 2, 3, 4, 5 stapjes zijn we opgeschoven. Kilometer per seconde. Dan gaan we even naar deze kijken. We gaan die komma hier zetten, dus we hebben 2,5. En we gaan even kijken, die komma, hoeveel nullen staan voor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dus min 6e kilogram. Dit is een heel lang getal, ik ga het nu niet tellen, maar als je me niet gelooft, dit is 6,0 maal 10 tot de 24ste. Dus er staan hier dus 24 nullen achter. Deze kan ik nog wel even voordoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nullen, dus 3,2. Ik heb er 3,16 van gemaakt, dat is misschien wel beter. Dus 3,16 maal 10 tot de 7 nullen. Dus deze 2 nemen nu de plek van 0 in. Let erop dat er nu dus niet 7 nullen achterkomen, maar 5 nullen, omdat deze 2 hem al hebben ingenomen. En dit getal, ook heel klein, dus je gaat kijken hoe vaak moet ik die komma opschrijven voordat die hier komt. En dat is in totaal 4 keer 10 tot de min 19. Dus dit zijn 19 stapjes die je moet pakken.
En je ziet al dat deze hele lange getallen nu hele kleine getallen zijn. Kleine getallen waarmee je makkelijker kan rekenen. En kleine getallen die je makkelijker kan invoeren in je rekenmachine. En daar gaan we even naar kijken. Op je rekenmachine. Ik heb twee rekenmachines hier. Die heb ik even als voorbeeld gebruikt. En die ga ik even laten zien. Als je gaat invullen, dan kun je bijvoorbeeld op deze manier invullen. 3,5 keer 10 tot de 12e. Hier zie je netjes 10 tot de 12e staan. En dat kun je op je rekenmachine invullen met dit symbooltje. 10x. Als je dat indrukt, in dit geval staat hij boven het knopje, dus moet je waarschijnlijk shift dit indrukken. Dan verschijnt er op je scherm een 10 met daarboven een vakje wat knippert en daar kun je dan 12 invullen. Dus je schrijft 3 keer, 5 keer, dan druk je op dit knopje en dan 12. En dan kun je op enter drukken. Je kan ook het dakje gebruiken. Het dakje ziet er als volgt uit, dit is het dakje. Het dakje betekent ook een macht. Dus dit wat hier staat, 10 tot de 12, is hetzelfde als wat hier staat, 10 tot de macht 12. Dus het dakje is een macht. Je kan ook de E gebruiken. De E staat ook 10 tot de macht. En die vind je hier. Kijk, hier staat die. Als je hem indrukt krijg je maar één E'tje. Ik weet niet waarom hier twee E'tjes staan. Die E kun je ook gebruiken. Hij ziet er ook zo uit. Exp. Ook als je die indrukt, dan zul je een E verschijnen. En dan doe je dus 3,5E12. Dat betekent dat er 12 nullen achter staan. Dit is hoe je het kan invoeren in je rekenmachine. Hoe kun je het aflezen? De rekenmachine geeft het op verschillende manieren. Bijvoorbeeld op deze manier. 3,5 keer 10, een kleine 10 en dan 12. Het is af en toe lastig te zien, maar dit is dus 10 tot de 12e. Die 10 is wat kleiner, dus die 10 is wat kleiner gemaakt, die 12 is wat groter gemaakt. Dit zijn soms manieren hoe rekenmachines laten zien. Vind ik niet de meest handige manier. Deze is makkelijker, vind ik. 3,5 keer 10, zie je hier heel klein staan, tot de 12e. Dit is ook een manier hoe je dit kan laten zien. En 3,5 E12, dus dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat hier staat, dat kan hij ook als antwoord geven. Dat verschilt een beetje per rekenmachine, hoe je dat laat zien. Als je nou niet weet hoe dit allemaal met je eigen rekenmachine werkt, vraag dan even aan je docent, wiskunde docent, natuurkunde, scheikunde, die kun je er altijd mee helpen. En het verschilt een beetje per rekenmachine, maar dit zijn een beetje de basisdingen hoe je het kan invoeren en hoe je het kan aflezen. Dat was het, dankjewel voor het kijken.